Ja, wij krijgen een nieuwe kazerne in Almelo, omdat de huidige kazerne, ja, heel simpel zijn wij uit ons jasje gegroeid. Doordat wij sinds de regionalisering in 2013 een aantal taken hebben gekregen die wij Twents oppakken. Zoals het duiken, maar ook onze ademluchtwerkplaats en de werkplaats voor de persoonlijke beschermingsmiddelen. Hebben wij gewoon meer ruimte nodig. Daarbij gekomen hebben wij een andere organisatievorm gekozen om onze burgers beter ten dienste te zijn. Oftewel heel simpel gezegd sneller uit kunnen rukken vanuit een kazerne, dus ook sneller bij de burger kunnen zijn. Hebben wij ruimte nodig om de bezetting die wij in Almelo sinds 2015 hebben, 8 man, 24 uur rond de klok, 365 dagen per jaar, om die te kunnen huisvesten. Dat betekent dus dat de brandweermannen dus altijd vanuit de kazerne komen en vanuit de kazerne naar de brand gaan? Ja, waar voorheen de mensen beroeps- en vrijwillig van huis kwamen, naar een brandweerkazerne in Almelo gingen en van daaruit uit gingen rukken naar een incident, zitten nu zowel beroeps- als vrijwillig rondom de klok binnen deze kazerne. En om hoeveel mensen gaat het hier binnen die kazerne? We hebben 24 beroepsmatige brandweermensen. En die worden aangevuld in een rooster tot zo'n beetje 80 mensen totaal. En hoe vaak op een dag rukt die brandweer uit hier in, daar moet je eigenlijk over Twente praten. Hoe vaak zijn ze nodig? Ja, gemiddeld in Twente is dat ongeveer 12 keer per dag. De Almelo is een basis plus kazerne, zoals we dat noemen in Twente. Daar hebben we er 4 van. Die zitten onder andere niet alleen in Almelo, maar ook in Enschede en in Hengelo. En dat zijn eigenlijk onze backbone kazernes, om het zo maar te zeggen, die zorgen dat de bedrijfsvoering goed geregeld wordt. En in Almelo regelen we dat alle persoonlijke beschermingsmiddelen, hè, waaronder ook onze bluskleding en dat soort zaken, worden gereinigd en onderhouden. Ademlucht, adembescherming, maar ook zeg maar de duiktaak die in heel Twente wordt dat geregeld vanuit Almelo. We bouwen op dezelfde plek waar nu de huidige kazerne staat. Gaan we in het najaar van 2020 de huidige kazerne slopen. En voor de tijd gaan wij met de repressieve organisatie naar het pand naast de huidige brandweerkazerne. Dat is het oude Mensis-gebouw. Daar wordt op dit moment de voorbereiding getroffen zodat daar straks de gecassineerde ploeg ondergebracht kan worden. En ja, dan kunnen we in ieder geval ook begin 2021 starten met de bouw. En dan gaan wij ervan uit dat wij weer een heel mooi nieuw gebouw krijgen. En zijn er ook nog delen in deze oude kazerne die jullie proberen te behouden? Ja, een onderdeel van de bestaande kazerne is een slangentoren. Die werd vroeger gebruikt om, als de slangen gewassen waren in de slangenkelder, daar zit helemaal een wasinstallatie in voor het slangenwassen. Daar werden de slangen opgehezen in de slangentoren om te drogen. Maar inmiddels hebben wij een nieuw soort slangen die van kunststof zijn en is de slangentoren overbodig geworden. Maar het is wel een baken voor de stad Almelo. En wij hebben het zo weten te voor elkaar te krijgen dat de slangentoren een plek heeft gekregen in de nieuwe kazerne.